Vanavond voor jullie speciaal Jasperine Dion, de Koolkurl. Vanavond 7:30 in de Schillerbar. Bee! Elke man is wel eens eenzaam, 's avonds in de grote stad. En hij loopt zich te verkniezen, en hij wil er wel eens wat. En dan raakt zo'n man natuurlijk in de warme buurt verdwaald. Maar die warmte valt zo tegen, want ze wordt te duur betaald. Al die blote lichte kooien in hun slonzig meubilair. Ach, ik wil er niks van zeggen, maar ze zijn zo ordinair. Oh, ze zijn er soms zo dierlijk, als je even dieper graaft. En ze kleden zich opzichtig, en ze spreken niet beschaafd. Nee, dan kan zo'n man veel beter naar een telefooncel gaan. Om mijn nummer daar te draaien, want ik ben zo echt humaan. Ik ben geen snolgo, maar ik ben kogo. Zo'n kleine fijne porseleinen baby doggo. Zo heel wat anders dan zo'n vuile dweel. Want ik ben een dweel met stijl. Ik heb mijn eigen flat in Zuidal waar ik zeer geriefelijk woon. Met al mijn boeken en mijn planten en mijn eigen telefoon. Ik lees Dante in een duster met een noppie. Want ik heb koppie, koppie, koppie. Bel maar eens een keertje uit de stad, meneer. Als u nog een rode rug te missen had, meneer. Dus u zal zeggen wat een snoezig type. Telemiek, de Koolkurl. Hallo. Met wie zegt u? Albert? Albert? Ach, natuurlijk, Albert. Ja, natuurlijk kan ik je nog zeggen. Stel je voor, ik zal me daar Albert niet meer kunnen, hè? Mijn eigen Albert, mag ik wel zeggen, ja. Wat heb ik zitten doen? Nou, niks, hè. Ik zit net wat te lezen in het leesboek van Harry Mullis, weet je wel. Ja, nou, reuze boeiend hoor, ja. Maar Albert, er zijn er een paar dingetjes in dat boek, hè, Albert. Die zijn me nog niet geheel en al duidelijk. Zeg, Albert, zou jij me die niet eens een keertje uit kunnen liggen? Alright, alright. Morgenavond 7:30 in de Schipper. Bye! Als de eenzaamheid gaat schrijnen, belt een heer naar Telemiek. Want dan gaat de zon weer schijnen, ook al schijnt hij in het geniep. Telemiek die heeft drie lijnen, maar dat valt niet altijd mee. Hoor die kringen weer eens dreinen, ja ze rikkelen niet en die, niet en die, wat de beest. Is de moon in de sun. Besser near to me or far. No matter, darling, who you are, I think of you night and day. Het beroep van kogelmeisjes is zo enig voor een vrouw. Het is altijd weer wat anders. En zoiets verveelt niet gauw. Oh, je kent zo dolgezellig. Zit de bomen aan de bar. Met een leuke jonge kerel. Of een leuke oude knar. Maar soms voel je je verlaten. 'S middags om 2:00 of 3:00. En dan zou je willen praten. En dan weet je niet met wie. En dan zit je maar te peinzen.
met een afgezakt gezicht. En dan bel je maar de brandweer, of je belt het weerbericht. En dan luister je soms gretig naar de juffrouw van de tijd. Of je belt gewoon een nummer, zomaar uit bangorigheid. Hallo? Met wie spreek ik, zegt? Aha, mevrouw de Meijer. Zou ik eventjes uw man kunnen spreken? Het is heel goed. Nou, dan hebben we allebei perfect, hè? Dat mevrouw de Meijer. Ik ben geen smalbul, maar ik ben kogel. Zo'n kleine peper, porseleinen, baby dondel. Zo heel wat anders dan een lalabel. Want ik ben een lalabel. Tine niet, de kogel.